bij Thierry Baudet in Amsterdam. Zullen we even verder kijken? Mogen we nog meer zien? Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Oké, nou zo hier. Dus dan kom je hier bij de slaapkamer uit. Hier is het groter dan je woonkamer. Ja, mooi hè? Zo doen we dat bij Forum voor Democratie. Dat de slaapkamer groot is. En, de en hier is het keuken. Keuken is eigenlijk het allergrootste. Dat is heel lang en diep. Ja, en dan breng je ook veel tijd door qua koken? Nou, dat zou ik wel graag willen. Ja. Maar ik merk dat ik toch eigenlijk 4-5 dagen in de week tot 9-10 soms later uur 's avonds aan het werk ben. Dus dan ben ik na het eten pas thuis. En, heb je wel samen gewoond eigenlijk? Ja, ik heb hier 2 keer samen gewoond. In dit huis. 2 keer. In hoeveel tijd? 1,5 jaar. En waar loopt het dan een stuk vooral bij jou? Als je, nou, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar in mijn leven dat ik toch wel me heel erg ontwikkeld heb, heel erg veranderd ben. En dat dan de ander daar toch niet helemaal meer bij past. In het begin dat je helemaal elkaar volledig kan inspireren. En ja. Dat, ik heb nog niet een manier gevonden om dat vast te houden. De dame die nu in jouw leven is, hoe lang is het trouwens? Een dag of 4. Niet zo kort. Maar ik raak van slag van je, Thierry. Dat heb ik ook, ja. Ja? Nee. Oh god, ontstaan. Ik dacht vroeger dat je homo was trouwens. Ja, en? Ben je teleurgesteld? Nee, je bent het niet, denk ik. Heb je wel eens getwijfeld? Eigenlijk niet. Nee? Nee, ik heb wel heel veel echt diepe vriendschappen. Met, of heel veel, maar ik heb een aantal echt levenslange vrienden. Ja. Dus ik heb wel, weet je, dat ik veel met mijn vrienden ook doe. Maar ik heb op geen enkele manier eigenlijk seksuele aantrekkingskracht bij mannen uitgevoerd. Maar dit vind ik heel leuk. Ik heb hier kunstgas gelegd. Ja. Dus een speciaal kunstgas dat ook het water afvoert. Maar daardoor blijven je voeten droog. En ik vind dat zo onwijs lekker met je blote voeten daar doorheen te woelen. Ja. Ik heb hier ook lavendel staan. Ja. Dus je wordt op je wenken bediend. Nou ja, het ruikt heerlijk. Ben jij een type die, want we zien hier een plantje staan, wel eens drugs gebruikt? Nee, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Nee. Nou, wel eens wiet of zo gerookt, maar dat telt niet. Maar, nou, dat telt ook. Oké, okay, maar ik heb nooit pilletjes genomen, nooit dat soort dingen gedaan. Nee? Nee, wel een wijntje gedronken natuurlijk. Dus ik ben heel braaf wat dat betreft. Ja, je had het bij de lavendel. Lavendel, ja. Ik snuif alleen lavendel. Het enige wat ik snuif is lavendel. Ja. Zo. Ik zag daar ook nog een plankje boeken. Dat gaat over the future of marriage. Zie jij zelf ooit trouwen ook? Ja, ik hoop dat dat mij gegeven is. Ik hoop ook een gezin te stichten. Ja. Ik zou het liefst 3 of 4 kinderen willen krijgen en opvoeden. Dat lijkt me een ongelooflijk geschenk. Moet je wel iets groter gaan wonen, kan ik je adviseren. Ja, groter gaan wonen en een leuke vrouw vinden. Maar het is absoluut een droom.